Ik heb een heerlijk stuk kaartstok opgeplakt op de glasplaat, zodat het papier niet kan schuiven. Ik leg de cirkels erin. Oh, de ring, de snijcirkel in het midden. Hier heb ik een klein leesmapje. Als ik iets bijvoorbeeld een klein rondje wil hebben of uit een foto wil hebben, kan ik precies zien waar ik uitsnij. Dit is de derde track, had ik jullie net aangewezen. En blauw, rood, zwart. Als ik aan de buitenkant wil snijden, moet ik altijd even kijken waar ik hem erin wil hebben of die eromheen gaat. Ik leg deze twee in het gleufje waar ik in wil. Ik druk nog niet vast. Ik kijk even, is dit de cirkel die ik wil maken? Ja, hier kan ik wel mee leven. En ik draai keurig netjes rond. Dan ga ik hem even aan de buitenkant kijken. Haal ik dit allemaal netjes als ik hem hierin stop? Even voelen. We halen de cirkel eraf. En we hebben mooie cirkeltjes gesneden. Dat is natuurlijk ideaal. Je kunt alle maten, je kunt kleintjes maken om te matten. Dat hebben we net ook uitgelegd nogmaals. Hier kun je nog meer instellingen houden of maken. Dan hebben we ook nog grotere cirkels. Het werkt natuurlijk hetzelfde als de kleinere. En ook de rechthoekjes. En ook deze werken weer hetzelfde. Alleen je maakt dan vierkante randjes. De komende maanden zullen het verschillende projecten zijn waarin ik jullie het laat zien. Ook heel handig is om sheets, zie je tegenwoordig heel erg veel. We plakken het even vast. Oh, waar is hij nou? Een kleine cirkel snijden. Ja. Dan moet ik zelf wel even kijken waar ik hem heb gelegd. Oh, hier. Deze gaat er weer in. Lief geluidje, ik hoor het in mijn hand. En ook weer een sheetje. Oh, een beetje aanduwen. Het cirkeltje is eruit gesneden. Maar niet alleen sheets. 3D-veld werkt ook uitstekend. Gewoon veld op de glasmat nog niet. Dat gaat bewegen. Maar 3D-veld daarentegen, dat kan weer ook wel. Ook niet de dik grijs bord kun je er ook mee snijden. Moet je wel een paar keer rondgaan. Je hoort dat hij er doorheen is, maar je ziet het niet. Dat vind ik het leuke met het veld. Oh, daar hebben we hem. Foam gaan we natuurlijk ook even laten zien. We leggen hem er weer in. Ach, zou je zeggen, het is niet gelukt. Maar wel hoor. Alleen met foam moet je even nog een klein beetje helpen. Maar een heel klein beetje, zie je dat? Je duwt hem zo. Keurig netjes uit. Hele leuke vormcirkeltjes kun je maken. Goed, maar we hebben nog iets anders wat heel erg leuk is. En dat is de curve cutter waar we van alles nog wat zelf samen kunnen. Golfjes maken, vierkantjes, lange banen, cirkeltjes en gewoon recht snijden. Daarvoor hebben we nodig de verschillende onderdelen. De basisovaal is aan één stuk. Die kunnen we dus niet loshalen. Ook hier weer
een begeleiding, een matje, dat je kunt zien hoe je ovaaltjes gaan worden. De cirkel daarentegen is los. Die bestaat uit losse onderdelen. Maar ook weer een begeleidende mat waar de maten op staan. Deze losse onderdelen kun je heel gemakkelijk aan elkaar maken door aan de achterkant met deze stangetjes, bijvoorbeeld, ik moet wel even goed leggen, dan leg ik het zo neer, dan druk ik hier deze twee erin, zie je dat? Voorvuureffect weer, ja, daar. Zo kun je aan kan bij. Het lijkt wel een treinrail, als ik heel eerlijk ben. Een racebaan. Ja. Ja. Dan gaan we hierheen. En zo ga je hem helemaal in elkaar zetten. En zo kan ik hem helemaal in elkaar zetten. Maak voor vandaag maar even een kleintje. Indrukken. Het leuke hiervan is dat je niet meer vastzit aan wat er geleverd wordt, dat je dat zelf kan aanpassen. En je inderdaad, is trouwens echt leuk. Ik heb nog foto's van mijn zoon volgens mij, dat hij in een autootje ergens zit. Dan kan ik het heel mooi gebruiken. Daar kun je een hele leuke layout mee maken. Ja? Ja? Oh, het groeit nu al. Oh, moet ik gaan maken binnenkort. Mm. Leuk, hè? Ja, dat racepapier van Cremoche met die autobanden. Oh, ja. Wanneer is die af? Heel snel, denk ik. Denk dat ik straks de foto's ga zoeken. Maar ook het bouwen van dit ovaaltje is alweer af. Ik pak weer even een stukje papier. Ga even voor onder je langs. Even hier achter.